voor de morgen, meneer. Ja, ik verwacht al een pakketje. Eén dingetje. Ik moet wel 90 cent rekenen voor het bezorgen. Oh? Zal ik hem anders binnenzetten voor u? Nee. Ik ben zo terug. Momentje. Ouderen worden vaak het slachtoffer van een babbeltruc. Laat daarom nooit een onbekende zomaar binnen. Kijk voor meer tips op maakhetzenietemakkelijk.nl. Zou ik doen.